Goed, dankjewel Anita voor de inleiding. Nu allemaal welkom natuurlijk op deze reisvoorstelling van de reis naar Al-Andalus, die we organiseren. Dus de reis naar Andalusia in, laten we dat zeggen, moslims uit Spanje. Dus daar ligt het accent zeker op. Dus de meeste monumenten die we bezoeken, de meeste musea die we bezoeken, hebben een heel sterke link met moslim Spanje, als we het zo mogen noemen. Uh, maar natuurlijk worden er ook andere zaken uh, die, uh, meegenomen, die meer met uh, westerse kunst of westerse uh, gebeurtenissen te maken hebben. Uh, dus dat is eigenlijk een, een mooie mix, denk ik. Nu, uh, Al-Andalus is eigenlijk een concept dat eigenlijk heel erg uh, aantrekkelijk is. Hè. Dus is een van de, de zaken die we zeker voor ogen moeten houden is dat we daar eigenlijk, uh, een reis gaan meemaken van weergaloze schoonheid. En menselijk artistiek genie. Nu kan je zeggen, ja, dus, uh, de leraar zegt dat, de, de gids zegt het, heeft daar natuurlijk alle belang bij om, om die reis uh, in de markt te zetten. Uh, en dat is eigenlijk zijn eigen woorden gewoon. Maar nee, het zijn zeker niet alleen mijn eigen woorden. Verschillende mensen die uh, Al-Andalus al bezocht hebben, en zeker de stad Granada, die zullen dat uh, zeker kunnen beamen. En er zijn ook wel voorhangers geweest die hetzelfde gezegd hebben. Hè. Het is een van de meest bekende spreuken, denk ik, uh, in toeristisch Spanje, uh, maar ook ver daarbuiten, is wat dat je eigenlijk uh, aan, aan een van de muren uh, van, het, uh, van het Alhambra kan lezen in Granada: is, uh, is die uitspraak hier van een Mexicaan. Het is, uh, uh, het is, Alfonso, het is Fernando de Casa, die zei: Dali la mujer, que no hay la na vida nada como la pena de ser ciego en Granada. En als we dat dan vertalen, dan staat er eigenlijk gewoon: geef hem een vrouwen, want er is in het leven niets dat, de, dat eigenlijk de straf evenaart van blind zijn in de stad van Granada. En dat zijn eigenlijk ook zaken die be beaamd zijn geworden door Washington Irving, door Hemingway. Hemingway die zei: Als je echt één stad in Spanje moet bezoeken, in heel Spanje, dan moet dat wel Granada zijn. Maar uh, die, dat oordeel moet eigenlijk uitgebreid worden naar heel wat andere steden, die wij ook gaan bezoeken. Natuurlijk, uh, Se uh, Sevilla, uh, Córdoba, uh, zelfs een stukje Malaga is zeker de moeite waard. En daarna, natuurlijk, ook nogal het natuurschoon dat we tezelfde tijd ook gaan kunnen uh, meepikken. Nu, we reizen niet alleen om te genieten, voornamelijk om te genieten, maar ook om te leren. Hè? En dus zijn er wel een paar reisdoelen. Uh, dus eigenlijk vooral de ver- en de bewondering ten aanzien van die ongeziene artistieke prestaties, hè, die we daar gaan tegenkomen op vlak van architectuur, beeldhouw- en decoratiekunst, de literaire productie, et cetera, die aan bod uh, zullen komen uh, tijdens uh, deze reis. En wat dat ook heel erg belangrijk is, is denk ik dat we echt een, wel een beter begrip uh, proberen over te brengen. over wat dat die moslimperiode in de geschiedenis van Tiberisch Gierenland nu eigenlijk allemaal betekend heeft. Uh, dan, dat gaat ook leiden tot betere inzichten in het moslimgeloof van Al-Andalus. Uh, en, en ook de ermee uh, geassocieerde cultuur, uh, of zelfs culturen. Er uh, zijn dus, uh, verschillende culturen die terzelfde tijd speelden. naarmate dat je het ene geloof of het andere geloof aanhing. Het is niet omdat daar een moslimbestuur was, bijvoorbeeld, dat er geen christenen meer waren. Die werden dan Mozaraben genoemd. En die hadden natuurlijk ook een groot stuk een eigen cultuur. naast een, een gedeeltelijke, gezamenlijke cultuur. Met, uh, met wat dan de bekeerde moslims waren of de oorspronkelijke moslims. Dus. Uh, dat is dus, uh, zeker heel erg belangrijk, want natuurlijk het moslimgeloof zit een beetje in, een, in voor vele mensen zit een beetje in het verdomhoekje. Uh, maar dat is eigenlijk een evolutie die eigenlijk in latere tijden uh, of buiten Spanje uh, zich vooral gemanifesteerd heeft eh, met uh, allerlei extremistische uh, s -s -s spanningen en eigenlijk, uh, eigenlijk ook groeperingen die zich van, die, van het moslimgeloof uh, toegeëigend hebben. Om eigenlijk hun eigen agenda voor een stuk uh, te, te stofferen. Nu dus, uh, dat gaat zeker ook in de reis naar, naar voren komen. En natuurlijk, dat moslimgeloof, uh, dat staat helemaal niet los. Dat is niet zomaar op de aarde komen, uh, komen vallen. Dat heeft ook zijn, uh, zijn wortels in andere, uh, in andere culturen artis en artistieke vooruitwendingen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar die prachtige vaas die je in Talambra uh, kan bezichtigen, en met die twee gazellen. Uh, en daaronder bijvoorbeeld die levensboom. De levensboom is zeker niet uh, exclusief een moslim. Dat is een symbool dat, dat millennia oud is, dat teruggaat op Assyrische cultuur, et cetera. Dus uh, dat zijn ook allemaal zaken die eigenlijk doorheen de reis aan uh, bod zullen moeten komen. Net zoals bijvoorbeeld uh, waarom dat die moslims zoveel vegetatieve motieven, uh, zoveel. Uh, zoveel Vegetatieve zoveel uh, dierenmotieven schilderen, maar veel minder personen en mensen. Dat zal ook uh, uh, verklaard worden dus uh, doorheen die reis. Een ander leerdoel is uh, eigenlijk een beter begrip van wat Moslim Spanje nu juist geweest is. Want veel mensen denken, of, of in veel boeken wordt het zelf geschreven. Hè, dat er dus vanaf 711 na Christus eigenlijk in Spanje gewoon onder de voet gelopen wordt, een stuk van Frankrijk onder de voet gelopen wordt door de moslims. En dat het rijk dus een moslimbestuur is geweest gedurende acht eeuwen op het Iberisch Gierenland. Uh, niets is minder waar. Het verhaal is, is veel, veel complexer. En het voorbeeld ook uh, het feit dat dan ineens uh, alle bewoners in Spanje of, en Portugal, of het huidige Spanje en Portugal, moslims zouden geworden zijn. Is absoluut uh, natuurlijk onjuist en, en heel, heel slechte geschiedschrijving. Nu, het is namelijk zo bijvoorbeeld dat die Arabische krijgsheren, die samen met hun Berber hulptroepen eigenlijk, uh, dus eigenlijk het Iberisch Gierenland onder de voet liepen, die deden dat nog altijd voornamelijk vanuit een, een drang om krijgsbuit binnen te halen en om te kunnen besturen, maar niet om het moslimgeloof te verbreiden. Want zij zagen op dat moment het moslimgeloof eigenlijk als hun geloof, het geloof van de heersende elite. En ze waren zeker er niet op uit om iedereen uh, met dwang, dwang te bekeren. Dus dat is een, een heel grote misvatting. Dus uh, de mensen die onderworpen werden, of die dus moesten luisteren naar de moslimbestuurders, werden dhimi genoemd. En in. Uh, dus eigenlijk in Spanje, dus Mozaraben, de Dimi in Spanje worden Mozaraben genoemd. En zij waren dus eigenlijk vrij, zeker als zij tot de christelijke of de Joodse godsdienst behoorden, om hun geloof vrijelijk te beleven. Het enige dat ze moesten doen was eigenlijk een tribuut, een belasting betalen daarvoor. Dus dat was eigenlijk tegen het eigen belang van de Arabische heersers en hun berbertroepen of hun huurlingentroepen, om eigenlijk zoveel mogelijk moslims, of zoveel mogelijk dymi, laten we zeggen, tot het moslimgeloof te brengen, want dat bracht hun minder belastingsinkomsten op. Dat is gewoon een van die grote vooroordelen, die we dus tijdens de reis ook gaan kunnen ontkrachten. Hoe dat het dat allemaal heel uh, makkelijk verliep, uh, zonder eigenlijk veel uh, tegenstand van de lokale bevolking, of zelfs zonder veel interne strijd, is, is totaal onjuist. Dus de eerste veroveringsfase. Uh, de eerste het 50 jaar zijn er eigenlijk heel wat leiders geweest, moslimleiders die constant uh, geconfronteerd werden met interne strijd uh, en ook dikwijls afgevoerd werden terug naar Noord-Afrika. Het is pas eigenlijk uh, met de, eigenlijk de stichting van een emiraat onder Abd al-Rahman uh, die dus eigenlijk een umayyad was die vanuit dus eigenlijk uh, Damascus kwam vanuit dus eigenlijk dus de, de overkant, laten we zeggen, van de Middellandse Zee, dat er eigenlijk wat stabiliteit gekomen is. Nu, dat is ook een heel mooi of heel eh, intens verhaal, want die Abdel Rahman is, hij, kan je eigenlijk beschouwen als de laatste afstammeling van de Omayyaden-kalifen. Dus de, Omay de kalief is de vertegenwoordiger of de, de, de laten we zeggen, de afgevaardigde. ...van de profeet Mohammed... Eh, ...die dus eigenlijk... ...de Omayyaden zijn op een bepaald moment... Eh, ...vernietigd... ...en zo kan ik het wel zeggen... ...door de abbasiden kalifen. Eh, ...dus eh, de Abbasiden hebben die... Eh, ...die dynastie van de Omayyaden ...proberen uitmoorden... ...en Abd al-Rahman is als jonge prins... ...dus gevlucht... Er, ...is gevlucht naar Spanje... ...waar dat hij dus eigenlijk... Eh, ...ook met het gevaar van eigen leven... ...en met heel wat strijd... Eh, ...eigenlijk erin geslaagd is... ...om zich als de emir... Van het vooroverde uh, Iberisch Giererijland aan het hoofd van de moslims te plaatsen. En dus dat is eigenlijk één mooi verhaal dat daar ook aan bod komt, maar dat heeft een heel lange strijd uh, gekost. En dan eigenlijk, uh, krijg je ook, uh, na het emiraat krijg je dat dan dat kalifaat, wat dat iedereen heel goed kent: het kalifaat, dat dan eigenlijk met als hoofdstad Cordoba. Uh, en dat is eigenlijk maar eigenlijk een goede honderd jaar stand gehouden heeft. He, dus wat is er gebeurd? Er dus, uh, is een, een andere tegenbeweging in Marokko ontstaan, de Fatimiden, uh, die eigenlijk hun eigen kalifaat hebben uh, uitgeroepen. En om sterk te kunnen staan tegenover die Fat Fatimiden en eigenlijk de bezittingen in Noord-Afrika, die ook toebehoorden aan de emir van, van uh, uh, Cordoba. Heeft, men eigenlijk, heeft eigenlijk Abd al-Rahman III eigenlijk het eigen kalifaat uitgeroepen in Spanje? Het is dus ook een heel mooie en boeiende geschiedenis. Uh, en daarna, eigenlijk, na die zeggen, 100 jaar bloeiperiode, krijg je eigenlijk al het begin uh, van de neergang. Uh, eerst krijg je echt een explosie van nog succes onder Al-Mansour, uh, een grote krijgsheer. Die er dus zelfs in slaagt om eigenlijk het moslimgebied terug helemaal uit te breiden. Uh, en eigenlijk erin slaagt zelfs om tot in Santiago de Compostela te raken. En daar eigenlijk de kerk, de kathedraal uh, van uh, Compostela te brandschatten. En de klokken mee te nemen naar Cordoba om ze te gebruiken als eigenlijk lampenposten. Uh, dus die uh, Malmansour gaat eigenlijk het kalifaat met, door zijn daden uh, en zijn dictatuur ondergraven. En dan ga je dus eigenlijk een krijgen in een storting krijgen na hem en de, een kort bestuur van zijn zoren van het, uh, het kalievenbestuur. Hij krijgt dus echt een versplintering, de, dat noemen ze dan de taifas, uh, in dat hele gebied. Dat zit ook op de kaart, hè, dus uh, hoe dat die uh, taifas zich organiseren. Maar natuurlijk, wie gaat ervan profiteren? De christelijke uh, koninkrijken die ook bezig zijn of proberen aan expansie te doen, denk maar aan Leon. Uh, Leon, dat dikwijls uh, dan ook nog een keer gepaard gaat met uh, Castilië. Dus dat was, dat dus ook uh, zal ontstaan en uh, bij Leon zal toegevoegd worden. Je hebt ook natuurlijk de, de graaf van Barcelona. Je hebt al verschillende, en, en, de, de koning van Navarra, die dus eigenlijk constant aan het duwen zijn. Uh, en dus die dus eigenlijk gebruik maken van die verzwakking. Natuurlijk, wat gaan die Taifa-leiders dan doen? Als zij nog moslim willen blijven, ze gaan vragen, hulp vragen aan sectes, dus nalangstekens in Noord-Afrika, die op dat moment eigenlijk ook bezig zijn zich te ontwikkelen en dus eigenlijk, eigenlijk een afkeer hebben van de zwakke en de zachte islam die elders wordt gevoerd. En dat zijn dus eigenlijk meer fundamentalistische sectes en zij gaan dus eigenlijk ingaan op die uitnodiging van die taifa-vorsten en ze gaan dus eigenlijk vanaf 1085 krijg je de Almoraviden in Spanje eh, eh, tot eh, 1145, die gaan ook totaal zich laten in de watten leggen door die rijkdom in Spanje, gaan ook verzwakken en verweken. En dus de Almohaden, al een nieuwe secte, die gaat eigenlijk ook opnieuw op de uitnodiging van een paar zwakkere uh, taifa-vorsten, die de Almoraviden eigenlijk wouden uitschakelen, opnieuw naar Spanje uh, komen en een nieuw, eigenlijk meer fundamentalistisch rijk stichten. En op dat moment krijg je dus wel echt de vervolging... Van Joodse bevolking, van christelijke bevolking, die nog niet tot de moslims, uh, tot moslimgeloof was bekeerd. Hè. Dus natuurlijk, gedurende de, de, die 300 jaar uh, na de uh, verovering van uh, Iberisch Gerenland, zijn er meer en meer christenen die zich ook uh, tot moslim verklaren, ofwel uit overtuiging, ofwel om de belasting. Te kunnen ontspringen, ofwel natuurlijk omdat ze dan meer kansen kregen om deel te nemen aan het bestuur. En dus je krijgt dus wel, laten we zeggen, tegen 1200 na Christus, is zeker, zeker 90 van de bevolking al moslim. Nu, ook zij, die Almohaden, gaan uiteindelijk door spanningen uiteindelijk uit Spanje kunnen uh, verdreven worden behalve dat een stukje uit Sevilla, waar dat ze zullen uh, eigenlijk vasthouden aan het bestuur uh, maar er zijn andere uh, spelers die opnieuw ook de Almohaden en hun fundamentalisme uh, niet meer zien zitten en dan krijg je uh, een fantastische bloei nog als laatste uh, bij de Nasriden uh, van Granada uh, naast een tweede versplintering uh, die dus eigenlijk zich losweken van dat almohadisch bestuur. Nu, daarna, en daar staat er nog een puntje, we mogen nooit vergeten dat er op zijn minst in een stukje Noord-Spanje, en al heel snel ook in grotere stukken van Spanje, ook Spaans direct of indirect bestuur was. Dus die Spaanse uh, leiden koningen, laten we zeggen, die waren dikwijls heel erg machtig en die konden uh, ook eigenlijk heel wat taifas bijvoorbeeld onder hun. Uh, Indirecte leiding plaatsen. En het enige wat de TAIFA zou moesten doen, was belasting betalen. Maar die belasting kon soms heel erg hoog oplopen. Dus uh, dat is eigenlijk een constante druk die vanuit die christelijke gebieden uitgeoefend wordt. En dus je moet zeker niet denken van ah, in 1492 na Christus is plotseling heel Spanje opnieuw christelijk. Nee, dat is een heel trage evolutie met ups en downs geweest. En dat gaat natuurlijk heel wat duidelijker worden eh, doorheen ook het bezoek aan Al-Andalus. Eh, dus dat is toch ook een belangrijk eh, reisdoel. En nu ziet dat er allemaal heel complex uit met al die namen van dynastieën en, en eh, ook eh, die sectes tussen aanhalingstekens. Eh, maar denk, na de, op het einde van de reis ga je er allemaal mee kunnen spelen en een beetje om lachen, dan ga je toch denken van toch waren toch rare jongens die Almohade, maar hij had ze ook veel beter kunnen uh, begrijpen. En het is ook zo, en dat zie je in die laatste foto. Hè. Bijvoorbeeld uh, die, die paleisstad Medina Zahara, die we ook zullen bezoeken. Uh, was een prachtige stad die opgericht was door de, uh, vanaf de eerste uh, kalif, Abd Al-Rahman al III en zijn zoon Al Hakam II. Dat was een prachtige stad, maar in de 11e eeuw is die door een berber opstand volledig verwoest. Dus het is ook een fout om te denken dat. Al, al hetgeen dat moslim is, moslimcultuur betreft. en vernietigd is geworden. dat dat bijvoorbeeld door de christelijke koningen zou gebeurd zijn? Absoluut niet. Het is dan zodanig veel spanningen intern in die maatschappij. dat er ook heel wat zaken stuk ge uh, gemaakt zijn. Uh, tijdens die opsta interne opstanden. en tijdens die uh, machtsstrijden met Almoraviden, met Almohaden, etc. En ook uh, een ander te tenslotte. is nog echt beter begrijpen wat die moslimperiode in de geschiedenis van heel Europa betekend heeft. We mogen eigenlijk niet vergeten dat in een groot deel van die tijd, dus vanaf 711 na Christus, laten we zeggen tot 1200 na Christus en zelfs daarna nog, ook zeker de 13e eeuw nog, was eigenlijk moslim Spanje een cultureel baken voor Europa. Er was dus heel wat diplomatiek verkeer tussen de rest van Europa, ook bijvoorbeeld met. De, de keizer van het Oost-Romeinse Rijk, hè, dus van in, in, uit Byzantium. Er was heel wat diplomatisch uh, wat verkeer, wat verkeer en ook wat, heel wat uitwisseling. Want die uh, islamcultuur oh, stond open voor eigenlijk uh, hellenistische inzichten, dus eigenlijk voor uh, elementen van uh, klassieke cultuur. En heeft heel wat geschriften naar het Arabisch vertaald uh, en heel wat uh, ook wetenschap, filosofen naar het Arabisch vertaald en die zijn dan op hun beurt die werken zijn op hun beurt voor een stuk vertaald geweest dan in Toledo bijvoorbeeld uh, de, de, door, door christelen of christelijke monniken die zelfs vanuit Engeland kwamen om de werken daar te kopiëren en zo heeft eigenlijk de islam voor een stuk uh, de, de klassieke wijsheid uh, toch helpen, meehelpen, uh, bewaren en terug uit helpen stralen naar Europa maar ze hebben ook hun eigen inzichten uh, opgeleverd en ook heel erg belangrijke personen uh, voortgebracht. Eh, er zijn uh, misschien iemand die minder bekend is bij ons, uh, Ziriap bijvoorbeeld, is echt wel een fundamentele figuur geweest voor heel wat voor onze eetcultuur. Eh, dus hij heeft eigenlijk uh, heel wat eetetiketten uh, uh, dus, uh, naar voren gebracht. Dus bijvoorbeeld het opdelen van de maaltijden. Zeker uh, ook, ook in Spanje met soep, uh, eerste maaltijd, tweede maaltijd. Uh, heeft ook, uh, naar muziek, uh, enorm veel bijgebracht. Bijvoorbeeld, de luid is eigenlijk rechtstreeks afkomstig natuurlijk uit, uit de Arabische cultuur, uit de, de moslimcultuur. Die luid is overgebracht naar, uh, dus het, Arabisch, naar het, uh, het Iberisch Gierenland. En daar heeft bijvoorbeeld hoe heet Syriap, uh, die dus eigenlijk zelf muzikant was van opleiding, uh, heeft daar in Andalusia, uh, dus eigenlijk een vijfde uh, uh, koppel snaren aan toegebracht, en heeft ook uh, bepaalde zangritmes, uh, zangvormen, overgebracht en zelfs on zelf ontwikkeld. En uit die, uh, uh, die ontwikkeling zou later, maar dat was een beetje gecontesteerd of gediscussieerd nog, zou bijvoorbeeld de troubadourcultus in Zuid-Frankrijk ontstaan zijn. Het is echt een heel belangrijke figuur. Hij was echt bezig met alles en nog wat, zelfs met parfums, bijvoorbeeld, ontwikkelen van parfums. Een zeer intrigerende figuur, die van alle markten thuis was. Een andere figuur, die ook minder bekend is, Abulcasis, wordt eigenlijk beschouwd als de vader van de chirurgie. Die heeft hij ook natuurlijk ook voor een stuk teruggrijpend op klassieke voorbeelden, heel wat instrumenten en methodieken verder ontwikkeld voor het beter behandelen van uh, allerlei wonden, zelfs wonden aan het hoofd. Eh, dus uh, ook heel erg uh, indrukwekkend. Averroes, uh, Ibn Roes, die kennen de meeste onder ons wel. Hè? Dus uh, hier heb je een standbeeld van Averroes in, in, in Cordova. Hij was ook een, een filosoof die een beetje de tegenhanger van uh, Thomas van Aquino was, die eigenlijk uh, beweerde en het in de praktijk bracht om Aristoteles te verzoenen met de islam. Nu, je kunt je voorstellen dat... Uh, uh, dat ook de Almoraviden, dat, en, en zeker later ook de Almohaden, dat eigenlijk niet zo uh, interessant vonden. Ze hebben hem even op non-actief proberen te zetten, maar hij is dan toch uiteindelijk op het einde van zijn leven terug actief geweest uh, aan, aan het Hof. Dus uh, maar een heel erg belangrijk en intrigerend persoon, die dus eigenlijk ook Thomas van Aquino voor een stuk geïnspireerd heeft. Alhoewel dat ze die dat altijd. Uh, bij wijze van spreken, uiteindelijk door één deur zouden kunnen gaan. Uh, althans, dat beweert uh, Thomas van Aquino. Uh, er waren wat conflicten over bijvoorbeeld discussies rond wat de ziel is, et cetera. Maar in ieder geval, Averro is ook een heel belangrijke figuur. En Maimonides, die dan eigenlijk eerder de Joodse traditie uh, belichaamt, uh, die dus eigenlijk ook zijn standbeeld heeft in Cordoba, waar die dus eigenlijk ook uh, echt ook een belangrijke wijsheer, filosoof geweest is, met uh, inzichten die doorheen heel uh, Europa uh, verkondigd zijn geweest, uh, ook voor een stukje rond de geneeskunde, maar ook in Noord-Afrika natuurlijk. En op het, uh, het, dus eigenlijk in, in het bredere moslimgebied. Uh, en natuurlijk zeer sterk onder de Joden. Hoe gaan we dat allemaal doen? Wel, uh, we gaan eigenlijk onze reis beginnen. Uh, natuurlijk, de, alles hangt een beetje af van van de, vlieg, de, de vliegmogelijkheden. dus we moeten onze reis wel beginnen in Sevilla uh, dus waar dat we vooral die Almohade cultuur gaan bekijken en de Mudéjar cultuur daarover later meer uh, we gaan na Sevilla gaan we doorrijden naar het uh, zeer intrigerende kasteel van Almodóvar del Rio. Uh, het is uh, waar dat de regisseur misschien wel ooit vandaan is gekomen uh, maar toch echt een prachtig moslimkasteel... Uh, moslim uh, kasteel we gaan daarna ook doorrijden op onze weg naar Cordoba om ook Medina Azahara, dus eigenlijk die paleizenstad, te bezoeken, omdat dat toch echt wel de, eigenlijk het, de, de kracht en de pracht van uh, dus eigenlijk het kalifaat van Spanje uh, kan, kan uh, eigenlijk belichamen. Dus vandaar probeert uh, de tegenwoordigers... Van de Romeinse keizer, het Duitsland. Die zijn, uh, die zijn dus eigenlijk daar ook uh, aangekomen. en hebben daar onderhandelingen opgestart. Daarna reizen we door naar, naar Córdoba. Uh, eigenlijk het, uh, het, uh, het, uh, het urbane centrum van het kalifaat. Uh, en ook een beetje daarna nog zeker een belangrijke referentie. culturele referentie dan. voor uh, moslim Spanje, uh, die dus uh, onder andere de moskee herbergt. Uh, die gelukkig. Uh, niet vernietigd is geworden door dezelfde Berber-opstandelingen. Want daar hadden ze natuurlijk veel te veel uh, respect voor. Hè. Ze konden onmogelijk een, een moskee zelf uh, vernietigen. Dan, uh, na dat uh, zeer, uh, zeer uitgebreide bezoek aan Córdoba, gaan we naar uh, Granada. Dat is natuurlijk wel een iets langere, uh, 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 langere uh, weg om, om te gaan. Dus we gaan eventjes stoppen. Opnieuw in een moslimfort, Fortaleza de la Motta, om toch een koffietje, van een koffietje te kunnen genieten. Dan gaan we door naar Granada, waar we eigenlijk de eerste dag vooral zullen mikken op een grondig bezoek. En ik leg de nadruk op grondig: van het Alhambra, echt een parel, een beetje een cultuurschok voor vele mensen. En daarna gaan we Granada zelf bezoeken, met de nadruk op wat de katholieke koningen daar achtergelaten hebben en wat de, ook nog altijd de uh, moslim-invloed op die stad uh, uh, behelst. En dan, uh, de laatste vo volledige dag, gaan we dan de Alpughara verkennen. Dat uh, is een prachtig berggebied waar dat er eigenlijk heel wat tragische gebeurtenissen op te tekenen vallen op het moment dat de moslims dus, uh, uit Granada verdreven worden of uh, uit de stad gezet worden door de katholieke koningen en daar een laatste restgebied uh, toegewezen krijgen. Het is een prachtig gebied uh, met uh, heel wat interessante uh, zaken om te, om te bekijken. Heel wat rustieke dorpjes uh, om tot rust te komen. En dan gaan we door uiteindelijk rijden naar Malaga, waar je toch nog altijd een prachtig uh, kasteel en, en dus eigenlijk een fort van de moslims hebt met een paleis. Uh, en ook uh, om daar eigenlijk tot rust te komen en onze reis terug naar België te zetten. Nu, uh, het is een beetje een rondreis in de welta. Dus daar staat daar een fietsje. 553 kilometer gaan we afleggen in 32 uur. Uh, natuurlijk, we gaan niet fietsen. We gaan dat met een uh, zeer comfortabele bus doen. Dus uh, geen paniek. Ik heb het daar gewoon een beetje als knipoogje naar de Vuelta van Spanje opgezet. Dus we gaan beginnen met uh, Sevilla. Uh, Sevilla was eigenlijk het belangrijkste machtcentrum uh, van moslimspanje. En laat we zeggen in de laatste uh, toch zeker twee eeuwen. Uh, en. De Almoraviden en de Almohaden hebben dat zeker ook als hun machtsbasis uh, naar voren geschoven. Dus uh, we krijgen dan ook heel wat monumenten, of overblijfselen van monumenten, die dus eigenlijk onder Almohadisch gezag nog opgericht zijn. En heel, jullie kennen allemaal waarschijnlijk wel de Torre del Oro. De Torre del Oro de de is eigenlijk een, uh, een vestingstoren die een vooruitgeschoven toren was uh, en die dus eigenlijk uh, ook een tweeling... Uh, toren had aan de andere kant van de rivier de Kadalkivier, waar dat er dus een ketting tussen gespannen kon worden om het scheepsverkeer op de Kadalkivier te kunnen controleren het was ook vooruitgeschoven om als de stad belegerd werd, constant eh, toegang te hebben tot drinkwater he, dus, dus wat die toren de Loro betreft natuurlijk dat stukje daarboven he, dus boven die kantelen is, is een later toevoeging, maar die, uh, die uh, toren zelf is een uh, almohadische constructie ook de kathedraal, de kathedraal bezoeken we zelf eh, op, op zichzelf natuurlijk ook zeker. Maar eh, zowel de, voor, de, het voorplein, eh, dus het ommuurde voorplein, de Saan, als de toren, de, de wereldberoemde Giralda, zijn eigenlijk overblijven van de grote moskee die de Almohaden op het, nou, helemaal hebben uitgebreid. Dus, eh, en die Giralda heeft dan natuurlijk ook zijn eigen eh, eh, moslimstructuur eh, aan de onderzijde. Prachtige moslim is een van de grootste minaretten, en die minaret samen met die van, uh, van Cordoba, bijvoorbeeld, heeft model gestaan voor de grote minaretten in uh, Noord-Afrika. Uh, niet alle moslims uh, of moslimstrekkingen zien dat zo graag. Voor de Fatimiden, die vonden dat eigenlijk uh, totaal not done, omdat dat natuurlijk een soort van, uh, laten we zeggen, toren van Babel-syndroom heeft, uh, dat je probeert gelijk te stellen met God. Uh, maar... Dus uh, veel anderen hebben dat wel omarmd. Uh, zeker de Almohaden ook in Noord-Afrika hebben prachtige minaretten ook uh, nagelaten. Dus uh, die zaken worden ook bezocht. We gaan ook uh, natuurlijk de Giralda uh, beklimmen, dus met een soort van schans uh, waar dat eigenlijk ook de muilezel, uh, dus van, de, van, van de, dus eigenlijk de imam, of degene die opriep, opriep tot het gebed, uh, moest opklimmen een paar keer per dag. Om de geloven tot het gebed op te roepen. Maar dan krijg je ook natuurlijk een prachtig zicht op die stad. Nu, naast uh, die uh, echte, tussen aanhalingstekens, moslimarchitectuur, is er ook heel wat zogenaamde Moedeghar-kunst in Sivia te bewonen. Wat is Moedeghar? De Moedeghar-bevolking was eigenlijk de bevolking die ook onder Spaans bewind nog altijd bleef vasthouden. Aan het uh, islamitisch geloof. En dat werd ook getolereerd tot op zekere hoogte. of tot zekere in een zekere periode. Uh, en dus eigenlijk. Dus, uh, zij gaan ook uh, vanaf, laten we zeggen. de dertiende eeuw. in de verschillende christelijke koninkrijken. en de verschillende uh, steden. die onderworpen werden. door de christelijke vorsten. een hand- en spandiensten uh, bewijzen. omdat zij natuurlijk. ongevenaardig, prachtig konden uh, die eigenlijk islamkunst en islamarchitectuur ten dienste stellen van die christelijke vorsten. En uh, een van de meest weerhaloze uh, voorbeelden daarvan is het paleis van Pedro I in het Alcázar van Sevilla. Iedereen die het Alcázar in Sevilla bezoekt, die denkt van, wauw, wat een prachtig moorenpaleis, tussen aanhalingstekens, waar niets is minder waar. Dat is echt het paleis dat gebouwd was, uh, geworden eh, dus eigenlijk in de 14e eeuw, voor uh, Peter I, Pedro I, de de, voor sommigen de rechtvaardige, voor anderen de verschrikkelijke. Maar daarover gaan we zeker op reis nog uh, heel wat horen. En die dus eigenlijk vanuit Granada uh, in onderling contact stond met de emir van Granada. En zij wisselden kunstenaars uit. En de, dus kunstenaars en ambachtslui. En zij maakten dus op, in opdracht van Pedro I... Dit prachtige uh, gebouw. Dus eigenlijk, uh, en die, daar krijg je de zaal in van de ambassadeurs op de foto. en, dus en daar zien we dus de tweede, helft, 14e eeuw. En dezelfde waren beschrijvingen, met uh, toespelingen op God, et cetera. Allah. Maar ja, de God van de islam is natuurlijk ook, de God van de christenen, is ook de God van de Joden, het is uh, allemaal de, dezelfde godheid. Nu, we zien die uh, architectuur ook terugkomen. ...in verschillende andere structuren, waaronder het huis, bijvoorbeeld van Pilatos, Casa de Pilatos, zie je die. En hier heb ik een, een, figu, een, een foto ook van het binnenplein. En hier zie je eigenlijk een heel eigenaardige mengeling, als ik het zo mag zeggen, maar wel een prachtig, prachtig gelukte mengeling tussen enerzijds renaissance architectuur, renaissance beelden. Echte Romeinse beelden hebben we ook wel zien natuurlijk, want Spanje is natuurlijk ook onderdeel geweest van het Romeinse rijk en heeft een paar keizers geleverd zelf. Dus maar je ziet dus dat die collectioneurs, uh, die edelieden, eigenlijk ook dus, uh, <coughs> de Mudegar-mensen ten dienste in dienst namen en ook prachtige architectuur lieten realiseren in een soort van uh, zeer eclectische stijl, renaissance, Mudegar-kunst, alles samen. Maar toch in een prachtig en nog zeer evenwichtig geheel. Dus uh, we zien dat op verschillende plaatsen terugkeren. Hè. Dus uh, het enigste stukje dat van het Alcázar in Sevilla zelf nog volledig Almohade, uh, Almohadisch is, is dit, dit kleine pleintje, de Patio del Yeso, de, dus het, de, het pleintje van de kalkstructuur. Uh, en hier zie je dus eigenlijk een prachtige netwerkstructuur, die secba, uh, die overgebleven is van de Almohaden. En als je dat dan vergelijkt met de, het pleintje van de, de hofdames, de donceyas. Uh, dan zie je eigenlijk uh, het muhdeghar-element uh, dat dus eigenlijk heel erg sterk lijkt op dat uh, almohaden-overblijfsel. Dus echt totaal geïnspireerd door die moslimarchitectuur. Die moslimarchitectuur moet wel zeggen die ook voor een groot stuk afgeleid is wel van Byzantijnse modellen, uh, maar toch ook eigenlijk zijn eigen creaties en zijn eigen uh, gevoel en intensiteit vooral. Uh, dus... Uh, die Arabesken bijvoorbeeld zijn zeer intens. Het is allemaal een horror -vacuïe. Ze willen geen enkele ruimte onbeschreven of onbewerkt laten. Dat is echt iets typisch voor die moslimkunst dat we zeker gaan leren appreciëren doorheen de reis. En dus, uh, tenslotte heb je nog een andere vertegenwoordiging van die mudéjar stijl namelijk de neo -Mudejar. En dat vind je ook, de, een van de beste, of verschillende van de beste voorbeelden vind je dus in Syrië. Uh, iedereen kent wel uh, afbeeldingen, op zijn minst, of is al geweest in de Plaza de España. Uh, dus uh, je krijgt daar eigenlijk ook mengeling van, wat dat dan noemen, de Spaanse uh, stijl met zeer eclectische invloeden, zelfs Italiaanse invloeden, maar ook opnieuw met die moslim elementen. Uh, zelfs ook een stukje uh, keramische elementen, die dus uh, uh, eigenlijk ook voor een stuk teruggaan. Op uh, moslimcultuur, maar ook bijvoorbeeld die zuilen, typische zuilenstructuren, die toch eigenlijk uh, niet alleen vanuit het hellenistische uh, aspect geïnspireerd zijn, maar ook vanuit het moslimverleden en architectuur van Spanje. En dus uh, ook het Museum voor Volkskunde is daar een prachtig voorbeeld van. Dat zijn allemaal uh, zaken die opgericht zijn naar aanleiding van de uh, Ibero-Amerikaanse uh, top of, of expo. Als ik het zo mag noemen, van 1929. Dus uh, door, ontworpen door Annibal González, uh, die dus echt een meester was in onder andere die neo architectuur. Nu, daar, op diezelfde Plaza de España, uh, is echt wel iets uh, wat we moeten bekijken, omdat het toch echt wel uh, aangeeft hoe belangrijk die fase van herovering op moslimbestuurders was uh, voor het collectieve bewustzijn. Van een zeer onzeker Spanje. Een onzeker Spanje dat toch eigenlijk heel wat slagen gekregen heeft. Vanaf uh, de tweede helft 16e eeuw. Toen was het nog misschien een beetje succesvol onder Filips II. Maar vanaf Filips III is het toch zeer sterk bergaf gegaan met Spanje. Uh, en hebben ze dan nog uiteindelijk in eind 19e eeuw nog heel wat slagen te verwerken gekregen. En we zien dat dus eigenlijk ook uitgewerkt in de Plaza de España. Uh, Voor als we daar gaan, gaan we natuurlijk kijken. Naar de naamplaatjes en de afbeeldingen die op de Plaza de España aan de onze, door ons te bezoeken steden en gebieden toegewezen zijn. En natuurlijk Córdoba. Wat zien we daar? Wat is het thema? De overgave van Córdoba aan Fernando III, de Heilige. Dus dat was in 1236. En als je dan kijkt, dan zie je natuurlijk die onderwerping van die moslimbevolking aan. Fernando de En dat is dan geïnspireerd op een, uh, een schilderij van een Romantische Spaanse schilder, José María Rodríguez de Losada. Uh, je ziet dat heel erg duidelijk hoe dat, dat geïnspireerd is. Maar ook als we naar Granada bekijken, wat is daar het thema hetzelfde, natuurlijk. Hè? Dus de overgave van Granada aan de katholieke koningen uh, op 2 januari 1492. En dat is geïnspireerd op een wereldberoemd uh, schilderij uh, van Pardea, en dat uh, zie je hieronder. Het is uh, heel erg belangrijk. Er dus waren echt momenten. Uh, waar dat de, Spaans, nog altijd de Spaanse bevolking. heel wat nationale trots aan ontleent. Uh, en dat is eigenlijk uh, ten koste natuurlijk. van het moslimbestuur in Spanje. op het moment dat ze zo succesvol waren in de strijd. En natuurlijk, en ik heb hier uh, gezegd. Uh, 1929 was eigenlijk een manier, de manier. het moment waarop dat Plaza de España echte volle gebruikt is geworden. Dat was eigenlijk een tegenzet tegen de harde uh, hand van de Verenigde Staten, die dus eigenlijk uh, Cuba, Puerto Rico en Manila uit handen van Spanje had uh, gesleurd, laten we zeggen eind uh, 20e eeuw. Dus uh, was eigenlijk sorry eind 19e eeuw natuurlijk, eind 19e eeuw. En dus eigenlijk uh, Spanje zocht eigenlijk toenadering tot zijn ex ex-kolonies om opnieuw machtiger te kunnen worden en om dat trauma te kunnen vergeten. Dus uh, ik heb jullie beloofd dat we na Sevilla op uh, reis gingen naar Cordova, met een paar tussenbezoeken. En een van die tussenbezoeken is het uh, wel heel prachtige grenskasteel van Almodovar del Rio. He, dat is eigenlijk... Almodovar is dus afgeleid van Almaduar, de Ronde. He, dus de Ombayaden hebben daar een fort gesticht, om eigenlijk uh, ook interne... Uh, Interne strubbelingen tegen te gaan eh, rond 740 na Christus en echt een macht te kunnen vestigen. En dat is eh, ook, eh, dit fort is ook gebruikt bijvoorbeeld in Game of Thrones, als een van de, eh, de strijdende partijen, als fort van de strijdende partijen, maar het is natuurlijk maar een fait divers. Maar het is wel een, een prachtig fort. Het is natuurlijk helemaal gerestaureerd. het is ooit een ruïne geweest. het is prachtig gerestaureerd en hier bijvoorbeeld op deze foto zie je dat er toch ook wel toevoegingen geweest zijn tot in de 19e eeuw, maar het blijft een, echt een heel mooie ervaring. En je kan dan ook zien hoe dat dit fort eigenlijk heel rijke landbouwstreken kon domineren. Zodanig dat eh, ook de emirs en later de kalifen eh, en daarna de taifas die het over dit fort konden beschikken, eh, dus eigenlijk de heel die grensgebied in, hand, in handen konden houden en konden controleren. Dus daar reizen we verder om te komen bij Medina Azahara. Dat is eigenlijk dus de paleizenstad. De paleizenstad, die gebouwd was eh, als, als eigenlijk legitimering, of als erkenning van eh, dus eigenlijk Abd al-Rahman III, die zichzelf tot kalief had uitgeroepen. Elke zichzelf respecterende kalief had een paleizenstad nodig. Dat was onder andere geïnspireerd door eigenlijk, eh, de Abbasiden. Dus de eh, Abbasiden. ...die vooral in Baghdad uh, actief waren... ...al uh, in een paleisestad hebben gesticht... Uh, ...die eigenlijk ook die macht wilden uitstralen... ...via de stad die zij zelf konden bouwen... Uh, ...naast een civiel centrum... ...want Medina Zahara ligt naast Cordova... Uh, ...dus eigenlijk de kalief de is dus eigenlijk verhuisd... ...van het centrum van Cordova naar Medina Zahara... ...om dus eigenlijk uh, zijn macht te, te beter uit te kunnen stralen... ...en om zich eigenlijk voor een stuk af te kunnen zonderen... Van het gewone volk. En dus daar, zo'n paleizenstad is, is totaal zelfvoorzienend, heeft zijn eigen ambachtslui, heeft zijn eigen productie, et cetera. En dus dat is eigenlijk wel een beetje tegen de islam, die eigenlijk een zeer egalitaire, op de egalitariteit gericht, op gelijkheid gerichte godsdienst is. Maar dat is natuurlijk een natuurlijke evolutie. Als je zo'n Hansrijk moet besturen, dan is centralisering en is eigenlijk tussenrijkse klasseverschillen gaan heel snel beginnen spelen. Nu, dus het is dus echt een, een, een symbool van dat gezag. En we gaan dus eigenlijk ook zien dat die, uh, dus die uh, kalif eigenlijk ook meer en meer kan uh, uh, terugvallen op een echte administratie. Uh, en dus eigenlijk we zien dat ook terug gereflecteerd in de architectuur, of we vermoeden dat althans. Want Bijvoorbeeld, dit, uh, dit prachtige gebouw heeft waarschijnlijk ooit toegebehoord aan, Jaf aan Jafar, dus de Hayyib, de eerste minister, dus van. Abd al-Rahman III. De dus we gaan dit complex zeker uh, ook bezoeken. Ik heb het uh, jullie al vermeld. Het dus, uh, is eigenlijk in de 11e eeuw door de, eigenlijk de Berberbevolking, die zichzelf zeer verongelijkt voelde, door dat stijgende klasseverschil, uh, is eigenlijk vernietigd geworden. is onder de voet gelopen. Uh, ze hebben daar eigenlijk heel wat uh, bouwmateriaal aan ontrokken. Uh, maar er zijn natuurlijk wel inspanningen geweest om voor een groot stuk die stad... Of ten dele te herstellen. En er is ook een prachtig museum aangevestigd, museum dat ook een prijs gekregen heeft als uh, Europees museum van het jaar. En dan natuurlijk, uh, nadat we het uh, paleizenstad bezocht hebben, moeten we naar de real thing gaan. De real thing Cordova, het echte centrum van het kalifaat. Met eigenlijk wat jullie allemaal kennen, en op jullie netvlies al gebrand staat, waarschijnlijk de beelden. Van de Alhamma, de hoofdmoskee van Cordova... die eigenlijk tijdens de verschillende eeuwen verder uitgebouwd, uitgebouwd is geworden, tot eigenlijk al-Mansour de laatste uitbreiding gedaan heeft. Maar al-Mansour zijn zaken waren misschien iets minder prachtig, maar de zaken die eigenlijk onder al-Hakem II bijvoorbeeld gerealiseerd zijn, zijn echt fenomenaal. Dus, Bijvoorbeeld deze miraap, dus mirap is, is de gebedsnis in de kibla. De kibla is dus eigenlijk de muur die aangeeft waar dat de richting van, uh, van, uh, de, van Mekka ligt hè, voor de, de, voor de, uh, de moslims om, om een gebeden te kunnen richten. Uh, hier zie je dus eigenlijk uh, deze prachtige mirap en eigenlijk de koepel daarboven die eigenlijk licht moet aanbieden aan de maxura. En de baksura is eigenlijk het gedeelte van de moskee dat eigenlijk voorbehouden was voor de kalif. Eh, dus een, een soort van afzonderlijk eh, gebied waar de kalif alleen mocht komen. De kalif had natuurlijk ook recht om het vrijdaggebied te, te leiden. Eh, dus eh, wat ook een, een, een gedeeltelijke religieuze functie nog altijd eh, die aan hem toegewezen was. Nu, het is eh, ook heel erg belangrijk om daarbij op te merken dat er opnieuw hier Byzantijnse invloed speelt, want bijvoorbeeld die, die versiering, die decoratie, uh, zeker boven in dus eigenlijk die hoefijzerboog uh, en, en, en alfis, dus de, de, het vierkant rond de hoefijzerboog, is eigenlijk rechtstreeks geïnspireerd en waarschijnlijk zelfs uitgevoerd geworden door uh, mensen uit het Oost-Romeinse Rijk, dus eigenlijk door mensen van Byzantium. Of, dat zou kunnen zijn dat daar eigenlijk ook uh, moslim-Ambachtslui op training geweest zijn. In ieder geval, ik wil dat nu al meegeven, als je meegaat op reis, dan is het best om een klein, op zijn minst een kleine uh, zak een verrekijker mee te nemen. Want zo kan je veel beter appreciëren, bijvoorbeeld, dat dit eigenlijk, die miraap eigenlijk bestaat uit een volledige samengestelde mozaïek. En als je dat ziet uh, van op de afstand van het. Uh, van het uh, ijzer het hek dat ervoor staat, prachtig hek weliswaar, dan ga je dat niet zo kunnen appreciëren, maar met een verrekijker ga je echt ongelooflijk duidelijk detail zien. Dus als je dan ook kijkt uh, naar die, uh, die moskee, dan zie je daar wel iets eigenaardigs aan, namelijk de kathedraal die daarin uh, gebouwd is. Die kathedraal wordt eigenlijk uh, niet als zo erg geslaagd beschouwd, zelfs die door Karel V, die nogthans toeletting had gegeven, aan, uh, aan dus uh, de kanunieken om dat te maken, uh, die kathedraal erin te integreren. Uh, hij vond eigenlijk dat ze uh, met iets heel or, erg ordinair iets uniek kapot gemaakt hadden. En wat is, uh, dat zijn de woorden van Karel V, dus ik ben daar niet verantwoordelijk voor. Dus we gaan daar zeker uh, binnenlopen. Dus uh, we gaan via de poort van de vergeving, de puerta, Pardon, gaan we binnengaan in uh, de Saan, in de voortuin. Van de moskee. Het zijn natuurlijk allemaal veel meer beelden van te tonen, maar ik moet mij natuurlijk beperken. En daar zie je ook een ander beeld van de verschillende poorten die aanwezig zijn. In de westzijde bijvoorbeeld van de moskee. Want het is natuurlijk de bedoeling dat de moslims kunnen binnen en buiten lopen uit die gebedshal. Hij ziet dat ook in het interieur, wat daar helemaal van boven staat, Het is helemaal anders dan bij onze kerken. Uh, het is de bedoeling dat de moslims daar verschillende keren per dag, als ze dat willen, kunnen aanlopen, dat ze daar on, eh, onderricht kunnen krijgen door, eh, door verschillende eh, mos, of door imams bijvoorbeeld, dat ze daar in een gemeenschap of in kleine groepjes kunnen zitten en teksten of soeras kunnen bespreken, et cetera. Het is een totaal andere beleving natuurlijk dan bij ons, eh, laten we zeggen, bij de katholieken, waar al echt heel gestructureerde... Eh, Diensten hebt die eigenlijk volledig gericht zijn op één persoon die spreekt en die dus eigenlijk de dienst voorgaat. Alhoewel in het middeleeuwen ook heel wat kapellen in dienst waren bij verschillende kerken en dat dus eigenlijk ook voor een stukje meer aansloot bij die beleving. In ieder geval, je ziet daar ook uh, dus, uh, die, die prachtige zuilen, die, die gecombineerde zuilen zelfs, die structuur uh, en die eigenlijk ontdubbeld wordt. Hè. Je ziet daar eigenlijk dat er dus eigenlijk beneden. Die veelkleurige of tweekleurige uh, bogen uh, zijn kleiner en die moeten eigenlijk de spanning opvangen en zodanig dat de moskee niet in elkaar klapt uh, in de lengte. En daarboven zijn andere uh, prachtige, uh, tweekleurige uh, uh, bogen opgericht, die eigenlijk de dakstructuur zelf moeten schragen. En dat is eigenlijk een heel complexe structuur. En je kunt er eigenlijk vijf minuten bij stil, eigenlijk vijf minuten bij stilstaan, om dat eigenlijk mooi te duiden. Maar het duidt toch wel op het ongelooflijk genie uh, van uh, die moslimarchitecten die er dus in slaagden om in één structuur de, de spankrachten van verschillende richtingen uit op te vangen. Het is, uh, het is ongezien. Dus je moet ook rekening houden dat we hier eigenlijk de laatste in de tiende eeuw zitten. Hè? Dus. Er is nog lang uh, geen sprake van de, de gotische uh, elementen zoals bij ons, hè, met, uh, met al die kruisbogen, et cetera. Dus men moest het op een andere manier oplossen en de moslims uh, in Spanje hebben het dus zeker op een zeer originele manier kunnen doen. En natuurlijk, Cordoba is zeker niet alleen de moskeeën. Je hebt daar ook het, uh, het Alcázar van de christelijke koningen. Dus eigenlijk al eerder een, een christelijke constructie. Eigenlijk gebouwd op een op een fort van de moslims weliswaar, maar sterk uitgebreid uh, door die christelijke koning. En mijn prachtige tuin ook. Hè. Dus uh, Je hebt daar ook uh, de toren van Calahora, wat wel eigenlijk een moslimstructuur is, maar waar de Spanjaarden een vierkante toren tussen gezet hebben. Uh, een ronde toren tussen gezet hebben om de twee vierkante moslimtorens te kunnen verbinden met elkaar. En de unieke Romeinse brug. Hè. Dus uh, In Spanje staan er verschillende Romeinse bruggen die eigenlijk wereldvermaard zijn, die nog altijd eh, dienen als, als transportweg. Eh, dus eh, hier natuurlijk alleen voor voetgangers nog. Dus eh, volledig ingenomen als historisch monument, maar wel levert nog altijd prachtige beelden op. We gaan ook eh, natuurlijk de Goederia bezoeken, eh, dus de, het Jodenkwartier eh, met de synagoge van Cordova, eh, die eigenlijk maar de laatste tientallen jaren aan... Helemaal gerestaureerd is geworden, omdat men zelf niet wist dat daar zo'n prachtige decoratie achter zat. En we gaan ook uh, naar, een van, uh, naar, naar het uh, paleis van Diana, omdat er prachtige patios zijn. Uh, meer dan tien patios zijn daar, uh, allemaal met een eigen structuur. En die zijn natuurlijk ook voor een stuk geïnspireerd door uh, de moslimpraktijk. Uh, dus uh, de emir of de kalif liet prachtige tuinen aanleggen, niet alleen. Als reflectie van het, aards van, nee, van het paradijs dat men nastreefde. Hè? Elke rechtgeaarde moslim moslimbouw opgenomen worden natuurlijk uiteindelijk in het paradijs. En, en probeert daar ook voor een stuk de eigen jihad, de eigen inspanningen, dus voor te leveren om als goede moslim te leven en zo in uh, het paradijs te komen. Dus, uh, maar uh, het was ook zeker een teken van macht en controle over landbouw, over grond en over. Kennis, dus kennis, landbouwkennis, die eigenlijk allemaal geconcentreerd zaten bij de emir of de kalief, die dus eigenlijk ook voor een stuk moest garanderen dat het land zoveel mogelijk opbracht en dat er zo weinig mogelijk hongersnood was. Dus zo moet je dat ook voor een stuk zien. En na het bezoek aan Córdoba gaan we dus natuurlijk ook naar Granada. Dus. We gaan beginnen, dus, heb ik zoals ik gezegd heb, met een uitgebreid bezoek aan het Alhambra. Dat is eigenlijk een, een, een moslimpaleizenstad. Dus Ik leg de, de nadruk op paleizen. Want wat dat je nu krijgt is een beetje een fotief idee. Uh, dat men eigenlijk denkt dat het paleis van de leeuwen en het paleis van Comaris, dat dat eigenlijk één structuur geweest is, die volledig geïntegreerd was, waarbij dat iedere zaal zijn eigen functietje moest krijgen binnen één, één structuur, maar niets is minder waard. Het waren twee totaal verschillende paleizen die later geïntegreerd zijn geworden door christelijke aanpassingen. En dus uh, we gaan kijken naar die zeer complexe structuur. Dus als je kijkt. Uh, naar de, naar de kaart hier, dan zie je dat dus, uh, wat dat wij meestal voor ogen hebben van het Alhambra, namelijk die Nazarie, Nazaridenpaleizen. Dus dat dat eigenlijk maar een deeltje, een onderdeeltje is van het Alhambra. Dus daarnaast heb je nog het Alcassaba, het echte fort. Je hebt ook nog het Paleis van Karel V, een prachtig Renaissance-paleis. Je hebt eigenlijk ook nog het Generalife, dus het Zomerpaleis. Uh, en dat moeten we dus allemaal. Uh, ...zien te bezoeken en uh, te meer daar er nog eens musea zijn in het uh, paleis van Karel V ook. Dus uh, het is zeker de moeite en het zal uh, zeker ook een uitgebreid bezoek uh, nodig maken. En dus we gaan dus uh, natuurlijk uh, zeker lang stilstaan bij het, uh, het paleis, uh, bij de paleizen van de Nasriden... Eh, ...dus paleis van Comares, eh, uh, dat dus eigenlijk gecomplementeerd wordt... Door het Meshuwar. dat het eigenlijk het eerste stukje was van dat paleis dat ontwikkeld is geworden. Uh, en deze twee, paleis, deze twee stukken, uh, dus uh, Meshuwar en paleis van Comares, dat was een afzonderlijk paleis. En die hadden eigenlijk voornamelijk een functie als regeringscentrum en als centrum van de rechtspraak. He, de, de, dus eigenlijk ook de emir, en, en zelf de kalif vroeger. Maar, net zoals een beetje bij ons, de, de koning in de middeleeuwse koninkrijken was eigenlijk nog altijd de opperste rechter. En hij moest dus eigenlijk de sharia interpreteren in heel belangrijke zaken. En daarom, dat werd voor een stuk in het mashuwar gedaan door lagere rechters en in het paleis van Komaris, in een stukje van het paleis van Komaris, door de emir zelf, die dat dus voor een stuk in audiëntie hield. Een ander onderdeel van die audiëntiefunctie, zie je in de zaal van de ambassadeurs met de fantastische uh, houten koepelen, die dus eigenlijk ook opnieuw een soort verwijst naar uh, het streven naar het hemelse, waar het dus eigenlijk ook uh, dus de mensen ooit naartoe zouden moeten gaan uh, om het uh, God bij het paradijs te kunnen vervoegen, en we dat zeker ook al uh, 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 bij het laatste daar, uh, dus het eindoordeel ook uh, Mohammed terug, men Mohammed ook zou terugzien, uh, dus. Uh, dat is een, een prachtige structuur die we ook nu hier in die lambrisering zien, die houten koepel, maar die zeker evenzeer in steen werd weergegeven. En dat zien we hier bij, het, het, bij de beelden die ik meegenomen heb over van het Leeuwenpaleis, Palacio de los Leones. Dat is eigenlijk een fantastisch mooie structuur. Een apart paleis opnieuw, meer dan waarschijnlijk met twee voornaamste zalen. Dus eigenlijk met die mukarnas, die, die druips, die 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 dus ook eigenlijk de gelaagdheid van de, de hemelse sferen in het moslimgeloof moeten uitbeelden. Want Mohammed heeft ooit een hemelse reis gemaakt samen met Engel Gabriel. Een beetje zoals Dante in de hel afgedaald is, is Mohammed naar de hemel gestegen via verschillende lagen. En die mukarnas, dus die stalactietmotieven. Uh, die tonen dat heel erg mooi aan. En ook de verschillende lagen in die, die plafonds dus, uh, en in die koepels. Die tonen dus eigenlijk die hemelse reis aan. Dus je hebt daar eigenlijk het, uh, dus het uh, paleis van de, de dames, van de twee dames, en het paleis uh, dus van uh, uh, Abenserachis. Dat zijn dus eigenlijk twee paleizen. Eén paleis was eigenlijk de zomer festivalruimte, als ik het zo mag zeggen. Een ander paleis was de Twinterfestivalruimte, uh, uh, waar dat dus eigenlijk de emir zomers uh, of winters luisterde naar poëzie, uh, dans bekeek, uh, uh, et cetera. en andere kunstuitingen, muziek beluisterde, enzovoort. Het is eigenlijk een, een lof, een, 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 een lusthof, zoals dat wij dat ook uh, bij de Boerhondische vorsten ook wel uh, zagen. En je ziet hier ook, uh, dus eigenlijk in een van die andere zaaltjes, een kleinere zaaltje, de Zaal der Koningen van het Paleis van de Leeuwen, zie je daar plots een plafondschildering. Dus eigenlijk leren bekleding op dat plafond dat beschilderd is in westerse stijl met menselijke figuren plots. En dat is net eigenlijk de tegenzet of de tegenprestatie van Pedro I geweest, die dus eigenlijk ook de kunstenaars vanuit zijn gebied, west- christelijke kunstenaars, naar. Het uh, Alhambra heeft afgevaardigd om daar eigenlijk uh, dus de, de emir te plezieren met een afbeelding in westerse stijl. Nu, naast, dat, uh, naast die paleizen van de Nasriden is er natuurlijk nog heel wat anders te zien, ook uh, verbonden met uh, de moslimperiode, de Nasridenperiode. Je hebt eigenlijk bijvoorbeeld het portal. Uh, en daar het is eigenlijk een beetje een wedstrijd om daar de mooiste weerspiegeling uh, van te kunnen trekken. In, uh, dus eigenlijk die vierkante vijver uh, daarvoor. Maar dat is echt wel ook een heel prachtig uh, gegeven. Het generalife natuurlijk, het zomerpaleis. Met uh, prachtige tuinen. Maar dat is eigenlijk op het moment dat de emir het uh, in de zomer toch te warm kreeg. Uh, om nog in uh, eigenlijk het lager gelegen of iets lager gelegen. Alhambra zelf te verblijven uh, of te vertoeven, dan ging je naar zijn zomerpaleis, waar er net iets meer wind was. En ook natuurlijk altijd het effect uh, van dat water, het verkoelende water, uh, dat ook in het, uh, het, het Nasriden-paleis, in het Paleis van de Leeuwen, heel sterk speelde, maar ook in Comares. En daar waren dus die Comares zelf, die vierkante toren, waar dat die ambassadeurshal is in, uh, uh, ondergebracht. Dat is echt een soort van natuurlijke airco. Dus eigenlijk de, de lucht. Werd eigenlijk gekoeld door het water dat constant verversd werd. en kwam binnen in die ambassadeurshal. en steeg op langs die torens. en verkoelde zo uh, het hele paleis. Dus nooit warmer dan 22 graden in het uh, paleis van Comares, bijvoorbeeld. En een laatste element zijn die, die we zeker ook moeten, dat we zeker ook moeten meenemen. zijn de torens. De torens die ook uh, relatief recent gerestaureerd zijn geworden. en die dus eigenlijk waarschijnlijk uh, residenties waren voor. Hoge functionarissen, de, voor de vizier van de emir bijvoorbeeld, of welke functie ook, die eigenlijk heel hoog in rang stond, of voor bijvrouwen van de emir zelf. Of, en dat zie je hier. Ook die torens zijn van buiten heel erg sober, en dat is echt typisch moslim, hè? Dus men toont geen rijkdom aan de buitenkant. Uh, men is zeer sober aan de buitenkant, maar eenmaal men binnenkomt, is het een pracht en een uh, weelde van je welste. Dat is echt typisch uh, moslim. Net zoals dat typisch moslim is, om, uh, en uh, architectuur is, om met heel arme materialen, want uiteindelijk is uh, kalk, is, is, is stucco een heel arm materiaal, uh, om daar de prachtigste dingen mee te doen, zodanig dat het echt enorm rijk lijkt, dat het zelfs een, een soort van. Orgie van marmer lijkt, maar het is kalk bijvoorbeeld. Het is dus dat is echt wel kenmerkend voor die cultuur. Natuurlijk op het Arabisch Schiereiland zelf had zij ze ook maar weinig toegang tot van die zeer uh, uh, rijke bouwmateriaal. Dus dat is ook voor een stuk de verklaring daarvan. Die torens zijn natuurlijk ook uh, be beveiligingstorens uh, de, bij de muren soms. En de Toren van de Gerechtigheid is daar een van die voorbeelden van. En wat we ook gaan bezoeken is natuurlijk dat, dat fort, het Alcazaba van Granada, van het Alhambra. Dat is echt de defensieve structuur, waarbij we dus eigenlijk gaan kijken naar welke functies de verschillende torens vervuld hebben. Bijvoorbeeld, de onderste re foto rechts is, zie je daar de donjon. En de donjon is eigenlijk de eerste structuur die op de plaats van het Alhambra opgetrokken is geweest door de eerste emir, om een soort van. Uh, hou vast te hebben, en van daaruit is al is de volledige site uh, van, het, uh, van het Alhambra verder ontwikkeld. En vanuit die ongelooflijk machtige verdedigingstoren. En je ziet daar ook, als we dan het wapenplein zien, bekijken van het, uh, het Alcassaba, bijvoorbeeld, zie je links de structuren voor, uh, die waarschijnlijk voor de elite-soldaten, voor de, de, de de leiders was ingericht en rechts de structuren voor de barakken. Dus zo krijg je toch wel meer diepte en inzicht in wat zo'n uh, machtige structuur allemaal herbergt. En dan ook uh, dit prachtige Renaissance-paleis. Ik vind het wel een zeer geslaagd Renaissance-paleis. Uh, heel, heel. Uh, Heel origineel van Pedro Machuca uh, als architect. Uh, je ziet bijvoorbeeld uh, on, de foto linksonder. Het is een volledig, een volledig ronde structuur met een enorm binnenplein. En eigenlijk, dus eigenlijk de, de woonplaatsen bevinden zich eigenlijk, uh, in die zuilenhallenrijen en worden natuurlijk afgeboord door een rechthoekige structuur. En dat zie je in de foto linksboven. Uh, een redelijk zware structuur, maar die toch nog altijd zeer evenwichtig is en zeer imponerend. En dus, uh, dezelfde tijd vind je in dat, in, in dat paleis van Karel V een heel geslaagd uh, museum over, uh, wat dat, over de vondsten. Uh, Prachtige artefacten die men gevonden heeft, uh, voornamelijk in het Alhambra, maar ook daarbuiten, uh, die daar eigenlijk opgesteld staan. Uh, dus in houtwerk, steen, keramiek, noem maar op, dat gaan we daar ook terugvinden. Dat gaat natuurlijk ook meehelpen om eigenlijk de, de sfeer te evokeren. Van de pracht en de weelde van die paleizen uh, in het Alhambra. Maar ook heb je daar een, uh, een stukje Museum van Schone Kunsten. En daar heb je soms wel heel, uh, een heel beetje een, een beetje een interessante collectie. Ik zal niet zeggen de, de, de meest uh, fantastische voorbeelden van westerse kunst. Maar wel zeer interessante voorbeelden. Bijvoorbeeld, dit Emaï, uh, kunstwerk van Jean Pinicot is echt wel de moeite waard uh, om eens te bekijken. De dag daarop, hè, we zijn waarschijnlijk uh, al goed doorgestapt hebben, maar we gaan toch voldoende kunnen rusten. En de dag daarop gaan we Granada zelf verkennen. En Granada uh, is natuurlijk voor één stuk al heel erg Westerse kunst. En we gaan daar ook zeker uh, stilstaan bij die Westerse kunst. Bijvoorbeeld hier heb je de kathedraal. De kathedraal die eigenlijk een, een heel uh, interessante, dus voornamelijk Renaissance-constructie uh, is. En we krijgen daarbinnen ook een prachtige uh, actie, een prachtig koor met uh, dus die rondbogen die daar rond, die, die zuilenhalerijen die daar rond gespannen zijn, en daar krijg je ook schilderijen van Alonso Cano. Uh, zeer, nou, tofie, een zeer zachte barokke kunstenaar van de Spaanse schilderkunst, die wel heel sterk geprezen wordt, en die maar een paar schilderijen nagelaten heeft. Uh, maar er is een heel grote concentratie van zijn schilderijen. en ook zijn beeldhouwwerk. Uh, en zelfs een stukje architectuur in de kathedraal. dat van zijn hand afkomstig is. Dus hij was eigenlijk vooral actief in Granada. en we gaan daar zeker ook uh, naar, kunnen, uh, naar kunnen kijken. en van kunnen genieten. En natuurlijk uh, aan die kathedraal aangehecht. Hè, maar apart, voor een stukje apart daarvan. is ook uh, dus de, de, het mausoleum. Dus de, het pantheon van de katholieke koningen. En dus van Ferdinand en Isabella. Dus die, die daar uh, uh, opgebaard liggen. En ook, dat is wel misschien interessant voor mensen van onze streken. Hè? Dus je hebt daar ook het, uh, het, het spraalgraf van Johanna de Waanzinnige. Als we het zo mogen zeggen. Juana La Locca. En haar man, uh, dus Philips de Schone. En misschien dat jullie die geschiedenis wel kennen. Hè? Maar dus. Dus uiteindelijk, in de tijd van de katholieke koningen, is er een dubbel huwelijk gesloten met de aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk, waarbij dat dus eigenlijk de kroonprins Juan zou trouwen met, met Marga, of getrouwd is zelfs voor een klein stukje van de tijd met Margaretha van Oostenrijk, onze Margaretha zelfs. Maar die kroonprins is eigenlijk een paar maanden na het huwelijk gestorven. Uh, en men zegt, men fluistert dat dat gebeurd is omdat hij de liefde te veel be, uh, beleden heeft met Margaretha in het Alcázar in Sevilla. Nu, dat is niet waar. Hè. Dat is een, een legende. Uh, hij is eigenlijk aan koorts gestorven op het moment dat hij dus uh, naar, naar de bruiloft van zijn zuster ging. Dus het uh, is iets minder romantisch, maar in ieder geval een enorm uh, zware slag voor de katholieke koningen. Het, uh, dus uh, een, een tweede huwelijk werd dan gesloten. Uh, dus een Juana La Loca, die wellicht nooit koningin zou, zou worden van Spanje, omdat ze veel te veel voorgangers voor zich had, en Philips de Schone. Philips de Schone, die dus eigenlijk de zoon was uh, dus van uh, Maria van Boer -Onze, Maria van Boer Hondi, tussen aanlegstekens, en dus Maximiliaan van Oostenrijk. Uh, en dus uh, zo werd er dus eigenlijk een eerste uh, alliantie gelegd en. Natuurlijk, uit dat huwelijk tussen Juan Alaloca en Philips de Schone is dan uiteindelijk Karel V woord gekomen. En zo krijg je natuurlijk de link tussen onze gewesten, dus eigenlijk dus de Nederlanden en Spanje. Het is, en natuurlijk ook voor een stuk het uh, Oostenrijkse Habsburgse Rijk. Dus uh, dat is eigenlijk heel mooi, hoe dat je daar eigenlijk in, dat ene, uh, in die ene plaats zie je eigenlijk de volledige geschiedenis van zowel Spanje als onze gewesten voor een stuk kristalliseren. En dat is uh, toch wel een, een zeer unieke belevenis. Er zijn prachtige graven en daarachter krijg je ook nog een, uh, het retabel, het hoofdaltaar, uh, door Philippe Bigarny. En die in dat hoofdaltaar zit bijvoorbeeld ook deze zeer interessante beeldenis van de bekering van de moslimbevolking van Granada uh, door, uh, door eigenlijk de, de Franciscanen. Hè. Dat zie je hier uh, de Franciscanen monniken, dat zie je hier uitgebeeld. En je hebt daar ook die Pinacotheek, en uh, bijvoorbeeld uh, een van de schilderijen die toch wel de moeite waard is, is wel een kopie, weliswaar, van een heel beroemd uh, schilderij van Rogier van der Weyden, maar is wel gemaakt uh, door de hofschilder van Isabella, Juan de Flandes, die zelf afkomstig was van Vlaanderen en die zelf een zeer verdienstelijk Vlaams primitief uh, was. Uh, die dus eigenlijk verhuisd is geworden naar waar uh, er patronaat was. Waar er dus eigenlijk uh, kunst, uh, kunstenaars gezocht werden. Isabella was een zeer grote fan van de Vlaamse schilderkunst. Nog veel meer dan van de Italiaanse schilderkunst op dat moment. Andere bezinswaardigheden die dikwijls over het hoofd gezien worden, zijn eigenlijk een stukje madrassa dat nog binnen de gebouwen van de universiteit nu zit. Dat gaan we zeker ook proberen meepikken. Uh, je hebt ook de Coral del Carbon, dat is eigenlijk uh, de de, Serai, de caravanserai, was, uh, van Granada was, waar dus de eigenlijk de handelaars toekwamen uh, en eigenlijk onderdak konden vinden met hun lastdieren. We gaan ook naar uh, het Palacio de Daral Lora. Uh, we gaan uh, dus ook uh, verschillende andere gebouwen zien, de Casa del Chapis. Uh, dat zijn allemaal moslimstructuren, waar dat ofwel uh, heel rijke handelaren gevertoefd hebben, moslimhandelaren, ofwel uh, de moeder van de emir, die dus eigenlijk afzonderlijk voor een stuk uh, diende te wonen, waarschijnlijk ook om niet te veel last te krijgen uh, met de bijvrouw, maar sommige uh, moeders van emirs waren echt wel heel belangrijke figuren uh, die eigenlijk hun zonen eigenlijk soms heel erg sterk geïnspireerd en begeleid hebben. Net zoals dat er ook uh, Hoofdvrouwen waren of zelfs bijvrouwen die de emirs eh, op politiek niveau heel erg sterk eh, beroerd hebben. Nu heb je hebt ook eh, verschillende andere huizen waar dat nu ook kunstcollecties in gevestigd zijn, zoals het Casa de Safra. Heel mooie structuur, heel aangenaam. Een prachtig badhuis ook, eh, dat we zeker ook gaan bezoeken eh, en dat echt die intieme sfeer nog kan weergeven van zo'n moslim badhuis. Je hebt er ook nog een, een heel eigenaardig gebouw, de Casa de los Tiros, dat ooit toebehoord heeft aan een geslacht dat ooit moslim was, maar dat zijn kar gekeerd heeft en heel erg snel uh, zich geïntegreerd heeft in de, in de nieuwe Spaanse heerschappij. En die daar eigenlijk ook uh, uh, dus eigenlijk, uh, bijgedragen heeft tot de verovering van verschillende moslimgebieden. En dat dan ook heel mooi in deze lambrisering heel erg mooi weergeeft. Natuurlijk, dat zijn uh, redelijk pittige wandelingen, maar we gaan natuurlijk ook voldoende tijd hebben voor uh, gastronomisch uh, genot en rustpauzes. En dan, waar kan je dat beter doen dan op de Mirador van San Nicolas, waar je dan nog eens een laatste prachtige uh, zicht hebt op het volledige Alhambra, hè, maar dan vanuit de stad gezien. He, dus, uh, en ook ons hotel is echt uniek. Ons hotel ligt uh, tegenover het, het Alhambra aan de muur, dus uh, je kan echt recht. Recht op het Alhambra kijken, is tegelijkertijd ook een, uh, een structuur waar heel wat moslim elementen nog in verwerkt zitten. Dus eigenlijk redelijk moedig geïnspireerd en uit, zelfs uitgevoerd. En dan uh, om eens uh, eigenlijk een beetje een, een ander, uh, van, een, van een ander vaatje te tappen, uh, gaan we eigenlijk doorgaan naar al, het Alpogarra-gebergte. Het Alpogarra-gebergte is eigenlijk. Uh, de, de streek uh, waar dat is eigenlijk, uh, de moslims voor een stuk naar verbannen zijn geworden. na de inname van Granada. Uh, dus Granada is gedurende tien jaar lang belegerd geweest door de katholieke koningen. heeft zich uiteindelijk overgegeven uh, onder invloed van, van Boabdil, die dan sultan was. Emir of sultan, een beetje vergelijkbaar met elkaar. Uh, die dus eigenlijk de sleutels van de stad heeft overgedragen aan Fernando de Katholieke. En. In ruil, een van de uh, voorwaarden was dat hij zelf natuurlijk met een deel van zijn rijkdom en een deel van zijn volk mocht uh, uitwijken, maar of, de, of moest uitwijken, de stad moest verlaten. En zij kregen eigenlijk een uh, gebied toegewezen, een beetje een onherbergzaam gebied, namelijk uh, uh, het Alpughara-gebergte. Waar vroeger wel heel wat van de zijde bijvoorbeeld... Uh, ...is uh, geproduceerd geworden. Dus er heeft, ooit is er wel heel wat rijkdom geproduceerd. Uh, maar het was toch eigenlijk redelijk onherbergzaam. En Boabdil is dan ook verder uh, naar Noord-Afrika getrokken... omdat hij in Marokko, het huidige Marokko... ...is gestorven in eenzaamheid... ...en uh, alleen maar terugdenkend aan zijn verloren troon. Nu, in 1502... ...heeft men eigenlijk de katholieke koningen beslist... ...en zeker ook... Uh, dus ...de koningin was daar zeker uh, heel erg beïnvloedbaar over... Uh, om eigenlijk uh, minder tolerant te zijn. En ze heeft dan ook besloten om de moslims uh, te verbannen uit Castilië, uh, die zich niet uh, zouden niet bekeren. En dan krijg je dus eigenlijk een bevolking uh, die wel nog voor een stuk islam geïnspireerd is, maar die dus zich zijn, zijn loof niet meer mag beëcht openlijk beleiden uh, en niet kan beleiden. En dat, uh, die dus eigenlijk ook voor een stuk de cultuur van het christelijke. Uh, Spanje moeten, uh, of Castilië moeten overnemen. En dat noemt men dus eigenlijk de Moriscos. En, dus, uh, en die Moriscos die hebben natuurlijk wel nog recht om een stuk van hun culturele, uh, culturele uh, strekking aan te hangen. Uh, een kledij bijvoorbeeld, hun taal. Maar ook daar, uh, tussen 1502 en 1565, was er, was er steeds minder tolerantie naar hun betoond. En uiteindelijk uh, door dat uh, door dat steeds meer aandraaien van die vijs, van die culturele vijs, is er uiteindelijk, uh, en ook door het feit dat die, Muslims, uh, die moriscos heel wat belastingsdruk ondervonden, heeft men uiteindelijk, uh, is men uiteindelijk een opstand. Een opstand van de moriscos uh, uh, die eigenlijk drie jaar lang geduurd heeft in de Alpujara uh, En die dus eigenlijk alleen maar onderdrukt is kunnen worden door toedoen van een medogeloze Don Juan van Oostenrijk. Hè. Dus, dat, dus onze landvoog, die ook nog eventjes landvoogd bij ons geweest is, die ook de vloot van de Turken verslaan... heeft bij Lepanto, die heeft dus eigenlijk ook, dus die Morisco-bevolking, uh, eigenlijk uh, voor een stuk uh, vernietigd tijdens die campagne. En eigenlijk degenen die overbleven na die drie jaar strijd, die zijn dus eigenlijk uh, eerst verpreid, uh, verplicht verspreid geraakt door heel Spanje. Zodanig dat ze geïsoleerd waren en dat ze zich niet meer konden verenigen als een kracht. Uh, tegen het christelijk Spanje. En dat ze dus ook zeker niet meer zouden kunnen samenzweren met de uh, moslimbevolking in Noord-Afrika of, of met de Turken. Uh, dus uh, een heel uh, trieste uh, zaak. Uh, maar ze hebben wel in die Alpujara een goed afdruk nagelaten. En daar zijn prachtige uh, berberdorpjes, zoals dat ze dat noemen. Natuurlijk is heel wat aanpassingen aan moderne tijden ook. Maar je kan een altijd die sfeer proeven. Uh, en je ziet daar ook in die streek... Dus die, die, die moslimgewoontes uh, met een deel van de gastronomie. Uh, voor de nadruk op groenten en fruit. Uh, een, een fenomeen dat eigenlijk vooral meegekomen is met de moslims. En die ook eigenlijk Europa daarin beïnvloed hebben. Uh, dus uh, ook suiker. Uh, denk maar aan suiker. Die, hebben, die moslims hebben heel wat zaken meegebracht met, met hen op vlak van gastronomie. En natuurlijk, het gebied is ook wel uh, bekend voor zijn varkenssteelt. Nu, uh, dat heeft natuurlijk niets met moslims te maken, want voor uh, moslims is varken een dier, maar meer met het christelijk-spaanse uh, uh, gastronomie. Maar het staat toch ook op een heel hoog niveau. Het is geen Pantanegra, Negra, maar het, t, uh, het gaat toch wel uh, in de richting. En ook, uh, t, dus uh, gaan we daarvan genieten uh, op uh, een laatste gastronomische uh, uitspatting, als ik het zo mag zeggen, in Treveles. Gaan we zeker ook die. Uh, Keuken kunnen proberen. En dus uh, we, we hebben echt een combinatie van heel mooie landschappen, heel mooie dorpjes en uh, een heel lekkere gastronomie. En dus dat is waar uh, dus Boabdil naartoe gestuurd is geworden, uh, waar dat er nog eigenlijk uh, redelijk wat uh, structuren te zien zijn van dus eigenlijk die moslimheerschappij, waaronder dat uh, kasteel van Langcharon, Kasteel van de Moren, die dus dienden om die bergpassen te beschermen tegen binnenvallende christelijke vorsten. Maar is ook de plaats natuurlijk waar dat, dus Boabdil, doorgetrokken is. En er is eigenlijk een, een, een vals citaat van Aisha, de moeder van Boabdil, die zou gezegd hebben tegen haar zoon, Jora como una mujer, lo que no loconosupiste defender como un hombre. Dus beween als een vrouw hetgeen je niet wist te verdedigen als een man. Dat is echt wel een heel straffe uitspraak, een beetje machistisch misschien, maar ook apochriefe. Dus ze heeft dat nooit gezegd, maar het. Het beeldt wel uit he, wat, wat er gebeurd is. Men, men heeft echt uh, documentale bewijzen dat Boabdil echt wel in tranen zou uitgebarsten zijn. op het moment dat hij besefte dat hij de stad diende te verlaten. en dat hij er waarschijnlijk nooit meer zou terugkomen. En dan in 1600, en dat is een, weer een intermed zo'n beetje. He, dus we zien wel dus dat die uh, opstand neergeslagen wordt. Maar er is nog een zekere tolerantie voor de aanwezigheid van die Moriscos. En pas in 1609 uh, zal men beslissen uh, om, uh, onder Filips III, om de Moriscos definitief uit Spanje te verdrijven. Omdat men altijd schrik heeft uh, dat uh, die Moriscos zouden kunnen samenzweren met de Turkse aardsvijand. Maar ook omdat ze natuurlijk voor een stuk uh, rijkdom hebben, die, graag, die de Spanjaarden graag willen aanslaan. Uh, en die Filips III goed kon gebruiken in zijn immers. Uh, Schad, schuldplichtige schatkisten. Spanje is constant aan het worstelen met financiële problemen, dus dat was wel eventjes een mooi extraatje, maar natuurlijk, als je zo'n groot deel van de productieve, voornamelijk landbouwbevolking, buitenzet, dat gaat natuurlijk zich freken uiteindelijk op die Spaanse economie. Dat is natuurlijk ook wat er gebeurd is. En is daaronder nog dus rechts, zie je dan nog een ander beeld van de uitdrijving of het vertrek van die Moriscos uit, uh, uit Valencia. En dat is eigenlijk het cynische ook. Heel wat van die bewegingen die ingezet zijn, uh, zelfs na de val van Granada, dus die moslims, er zijn een groot stuk van de moslims die ook weggetrokken zijn, maar ook na de, de val van andere moslimsteden, ook hier in 1609. Al die Moriscos, of die, zelf die uh, authentieke, tussen aanhalingstekens moslims, die vertrekken, die gaan voor een stuk een toevlucht moeten zoeken in Noord-Afrika, maar ook ...gaan ze eigenlijk uh, zich wenden tot piraterij. Waarschijnlijk uit, uit wraak... ...maar ook omdat ze zich niet meer konden vestigen in Noord-Afrika... ...omdat alle andere, dus eerzame beroepen al ingenomen waren. Dus je hebt in Salé, je hebt zelfs... Uh, ...op Creta zijn er dus eigenlijk, uh, uh, dus, uh, dus eigenlijk piratenschepen uh, bemand geweest... ...door die uh, uitgestuurde of verbannen moslims. Uh, dus... En die, die barbarijse zero-vrij is tot in IJsland gegaan. Hè. Dat is echt een ongelooflijk fenomeen geweest. Dus is onder andere uh, gevoed geweest door die constante uitdrijving van moslims en moriscos uit het uh, Iberisch Gierland. En dan komen we aan het einde van de reis en Malaga. Maar Malaga heeft een heel rijke geschiedenis. Ik ga dat zeker niet reduceren tot, uh, tot de moslimperiode. Uh, dus bij de Finistiers was Malaga al een heel belangrijke havenstad. Uh, maar het heeft ook een eigen taifa-rijkje gehad, hè, dat later wel is ingenomen door de Almoraviden, de Almohaden, en daarna terug naar de Naziden is gegaan. Uh, en die Naziden hebben ook daar een, een zeer intrigerend en mooi Al-Qasaba laten uitbreiden, en een paleis daar ook uh, bij laten bouwen. Dus ook dat Al-Qasaba, dat is eigenlijk op die heuvel ligt, en dat is eigenlijk boven het, uh, de overblijfsel van een andere belangrijke periode van Malaga, naar de Romeinse overheersing. Je ziet daar eigenlijk het, het, het theater. Zie je daar staan aan de voet van, van het Alcazaba. Dat gaan we dus ook bezoeken in de laatste voormiddag van de reis. Voordat we de vlieger terug naar huis nemen. En de mensen die echt nog veel energie en zin hebben om nog te shoppen. En wat streekproducten in te halen. Die kunnen vroeg opstaan die laatste dag. En naar uh, de centrale markt van de Atarasanas gaan. Dat is eigenlijk opgericht in een oude scheepswerf, op een oude scheepswerf van uh, de Nasriden. Waar de Nasriden dus een eigen vloot hadden. Uh, en daar heeft men dus eigenlijk een overdekte markt gemaakt uh, met gietijzeren structuur en een mooi, mooie poort. Een uh, pseudo-moslimpoort, laten we zeggen. En het is echt wel de moeite waard om uh, nog even te genieten van de gastronomie van dat tieren van Spanje. <laughs>